We hebben allemaal een t-shirt aan en... Bikershorts. Ja, lange bon. Yay! We're back! Hallo! Dit is zo lang geleden en ik heb hier zoveel zin in. Het is ook wel echt even een aanloopie weer, hè? Ja. We gaan zo. Alles weer... Sorry. We're back. Ja. Ik heb het warm. Ik ook, jeetje, meneertje. Goed, guys, hi. Ik doe even snel de intro, want we hebben honger. We hebben sushi. Nou, dat was het. Dan even mukbangen. Even mukbangen. Even kijken wat we allemaal hebben dan. Ja. Want, en je ziet hier een been. Ik weet niet. Ja, we hebben California roll, kapamaki, tofu zakje, tamago. Deze heb ik natuurlijk net al gehad. Oh, en hierin zit... Oh, ik heb zoveel cravings. Ik heb wel echt zo lang sushi gegeten. Belachelijk. Gewoon schamen. Ik ben blij dat je het zelf zegt. Want, ja. Als je wacht in een restaurant en dan heb je alleen nog maar de sojasaus, dan zie je zo. Ja, dat doen wij. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Ik weet niet of jullie dat doen, maar ik doe het echt altijd echt lekker. Ja. Oké. Wij willen even beginnen. Storytime. Storytime. En... jullie zijn niks anders van ons gewend. Dat wij dingen altijd... Nou, inderdaad, even storytime. Even storytime, daar beginnen we mee. Ja. We hebben nog wat meegemaakt. Het is inmiddels 9:15. Ja. En dat heeft zijn redenen. Dat we nu pas avond eten, want we waren van plan om rond 7:00 eigenlijk al avondeten te eten. Ja. Oeh, sorry. Het is fijn. Ik ging hem mee ophalen. Waar van mijn werk. En... ja, we gaan het beginnen. Vanaf waar beginnen we mee? Nou, ik zou beginnen dat ze op mijn scooter zat. Oh ja. Ik was naast de scooter, want ik weet welke scooter van de mee is. Ik was aan het wachten op het mee naast haar scooter. Heel belangrijke informatie. En er zat dus een chick te leunen tegen die scooter. Dus ik kijk haar aan en ik zeg zo, hallo. Weet je wel van, what are you doing? What are you doing? Mij appen. Dus ik zei, ik kom er niet bij. Nou, ik ging even alvast naar binnen. En op het meewachten. En ik zag ze dus niet meer. Maar ik zei, ze heeft wel je scooter geparkeerd achter jouw scooter. Dus we konden niet uit. Maar ik zei, het sleutel zit er nog in. Ja, dus ze heeft haar scooter, zeg maar, een beetje mij ingeblokkeerd. Ja. Ingeparkeerd. Dus mee. En de sleutel zit er nog in. Dus ik best wel met een stap erheen van, ben je niet goed of zo? Ja. Maar ze waren er niet. Mm-mm. Dus de scooter was onbeheerd met sleutel erin. Detail. Toen we daar aankwamen, bleek dus zo'n rental scooter te zijn. We kwamen dus bij de scooter... en dat was onbeheerd. Ik vind dat best wel belangrijk, omdat het heel apart was. En toen dachten we... we dachten, het is weird. Waarom? Dus wij waren heel veel naar binnen en we kwamen terug. Oh. Shit. Nee. Maar we kwamen terug bij die scooter. En toen op een gegeven moment zagen we al van... ze zijn raar aan het doen, man. Want ze hield die scooter... dit echt, heb ik echt bijna... ik moest echt moeite om niet te lachen toen. Want ik wist niet wat de situatie was. Nee, same. Je weet toch, een scooter die houdt of vast bij het hendel of bij het buddy. Ze had hem bij de spiegel vast. Had je dat gezien? Nee. Ze hield die scooter... gewoon aan de spiegel. Zo hield ze het zo vast. En daarna dacht ik ook van... Daan deden ze zo raar, want... ze gingen die scooter verplaatsen met nog het standaard eraan. Dus dat zo... ik dacht, wat doen we dan? Ik had er niet echt over nagedacht. Nee. Nou. En wij staan gewoon met onze scooter. We willen gewoon de weggaan. We willen weg. Ja. Dus die guy komt naar ons toe met een helm op. Dus van de scooter. Hij is zo... hij zei tegen mij, en die chick keek echt naar jou, van, jullie, help ons. Dus hij stond zo met zijn helm op, could you help me? Dus ik zeg, sure, what can we do for you? En toen zei hij zo van, can you drive us to the scooter rental place because I'm high. I'm too high. I'm too high to drive. En wij moesten even processen, wij zaten echt zo. Huh? Maar ik verstond het ook niet, maar ik zei, you're too high. Ik ook niet, ik vroeg volgens mij, wat zei hij? Ik zei, you're too high to drive and you want us to drive. Dus hij zegt, ja. Dus hij wilde eigenlijk, want hij vroeg een beetje aan mij, zo van, want hij zag dat ik bij een scooter stond, mijn eigen, van dat ik ging rijden en hun allebei achterop. Alsof we in Thailand waren. Dus, maar ik had zoiets van, no. Nee, dat gaat niet, want we hadden gewoon afspraak, moesten filmen, et cetera, dus ik zei, nee, sorry, maar we kunnen niet, we moeten gewoon nu weg. Ik wil je wel heel veel helpen, dus waar kan ik je mee helpen, maar ik ga je niet naar Nieuwerdijk brengen. Nee, dat is ook nogal ver. Ja, het viel eigenlijk best wel mee, maar ik ga er gewoon, nou. Ja, maar dan sta je daar zo'n scooter, hè? Hoe kom je terug? Ja, hoe kom je terug? Daarvoor is het wel te ver. Ja. Ja.
Dus? Dus toen, nee, maar op een gegeven moment, ik weet ook niet meer wanneer die opeens in elkaar ging zakken. Hij ging opeens zitten. Ja, nou ja. Oh nee, ik weet het al. Oh. Die chick had nog steeds die scooter zo vast. Ja. Dus ik liep maar naar haar. Ik zei, let me help you. Ik zet hem op de box, ja. Zeg maar. Van, oké, okay, even overleggen nu. Wat is jullie situatie? Wie zijn jullie? Wat kan je doen? Hoe oud zijn jullie? Ja. Alles. Ik vroeg gewoon even van, oké. Okay. Ze waren dus Iers. Ja. Ze waren 21. Ze zeiden echt iets te snel. 21. Toen dacht ik, dat geloof ik niet. Ja. Maar oké. Okay. Maar... En, kan. Ja, en dus toen zeiden ze, ja, too high, we hebben spacecake gegeten. Ja, yeah, and we have a flight in 3 hours. We gaan bijna naar Ierland weer, dus wij zo, oh, het regent erop. Wow, dat had ik echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Dat is wel heel warm. Maar, dus, wij waren dus een beetje gewoon aan het inventariseren. Van, oké, nou, weet je wat gaan we doen? En toen ging hij dus echt zitten en echt helemaal zo, en hij zakte een beetje in elkaar. Maar wij hebben nul verstand van drugs. Nee, dat hebben we nog nooit gebruikt. Dus... ik wist niet wat, hoe het effect, hoe lang, ik wist het al niet, weet je wel. Gelukkig. Dus wij gewoon, wonen we in Amsterdam, of waren we in Amsterdam, bedoel ik. Ja, en gelukkig kwam dus een medewerker van de Adam Tower naar ons toe. Bob, shout-out naar Bob, want hij kijkt jouw video's, zei hij. Ja, dat weet ik. Ja. Shout-out naar Bob. En, hij had hem al cola gegeven en snoep, ze hebben van alles al zo gegeven. Want suikers werken heel erg goed om het... om live te houden. Ja, want wij zijn echt heel erg hype nu. Maar het is gewoon echt een verhaal. Ja. Maar wat er namelijk was, want hij was moe dat hij bijna ging slapen. Maar blijkbaar als hij echt gaat slapen, dan ga je slapen. Ja, dan ben je wel echt weg. Dus we waren de hele tijd... Jesse. Heel erg bakken houden. En die vriendin die kon ze niet rijden. Ik ben helemaal zo lief. Ook too high. Ook too high. Oh ja. Nee. Maar dus wij gingen toen denken in oplossingen natuurlijk. Dus toen heeft Romane die scootercompany gebeld. Hallo. Ik sta hier met mensen van jou. Ze zijn too high to drive. Oh, dan moeten we lachen. Het was echt grappig en zij vonden het ook gewoon prima. En het is allemaal goed gekomen dat jullie weten achteraf. Dus niet denken dat ze nu uitlachen of zo. We hebben echt geholpen. Uren bij gezeten. Maar laten we even verder letterlijk gaan. Letterlijk een uur. Maar goed. Langer. Nog, denk ik wel. Een uur en een kwartier. Nou, ik belde. Nou, die guy moest eigenlijk best wel lachen. Maar hij dacht echt, what the fuck per menu. Dus hij kon nog niet komen, want hij was alleen. Dus wij stonden dus met die mensen. Nou, we dachten, oké, dan gaan we maar wachten totdat hij komt. En toen hebben we heel gesprek gehouden met die mensen. Ja, ik ben alles maar gaan vragen. Ja, echt, want Rieten, eet hier zijn haar. Daar is die dus. I got him. Oké. Nee, maar... Okay. Ik dacht, oké, ik moet hem wakker houden. Dus ik vroeg, ik ging doorvragen van, oké, wat is je lievelingseten? Zei hij, dat is zo, spaghetti. En dan ging hij weer. Dus ik zei, oké, spaghetti meatballs, wat vind je lekker? Ik vind sushi lekker, zei ik toen. En toen zei hij, nee, ik niet. Nee. Zeg maar, het was iedere keer heel moeizaam. Maar, en iedere keer zo. Op zijn helm tikken van wakker blijven. Ja, wakker blijven. Maar gelukkig had hij een helm op, hè, want hij knalde elke keer het gas aan. Het was een andere meid en die zei, ja, hij moet wel zijn helm afdoen, want hij gaat er niet meer rijden. Wij zo, nee. Die houdt hij om. Geen goed idee. Maar het was ook wel relaxed, want er liep... Zo! Daar gaat hij. Huh? Is het niet doorgesneden? Oh, nee. Hij is niet doorgesneden. Zijn operatie hier gaan. Ook wel een sushi. Ja, als je hem zo doet, dan kan je hem erin zetten. Oh, hij past ook precies. Oh, nee, want de zon hebt dan zon. Hoppatee. Wij zijn toch echt een team, of niet? Sowieso. Ja. Maar, daar waren we. Nou ja, in ieder geval lang verhaal kort. Lang verhaal kort. Toen was inderdaad die scooter dingen die zeiden we komen eraan. En we gingen toen weer cola en snoep in zijn strot douwen, zeg maar. En bananen. Weet je wat hij zei? Hij was cola aan het drinken. En hij zei, nee, ik kan niet meer verder. Mijn mouth is dry, of zo, toch? Ja, want mijn mouth is dry. Dus ik zei, ja, maar dit is liquid, you can drink it. En hij zo, nee, ik moet iets hebben om het ermee weg te spoelen. Dus ik dacht, dit is cola. Maar we can't relate, snap je? Dus ik weet gewoon totaal niet of zo. Maar het was gewoon niet goed gegaan. Waarschijnlijk of te weinig gegeten. Maar hij was ook best wel een beetje, hoe noem je dat? Tenger. Dus misschien was het te veel. Of had hij gewoon, of was een vriendin, weet je wel. Had gepakt. Ja, gelukkig ik eet wel op. Gelukkig was er nog een medewerker en die had er wel verstand. En uiteindelijk, we zaten met z'n allen op de grond. Dat was eigenlijk best wel gewoon een chillen hangout. Gewoon
Weet je wel, gewoon gezellig. Mijn collega, die bleef wat langer op werk. En die komt langslopen met zijn fiets en zegt, doe geen mee. Dus wij denken, hoezo zeg je, hallo? Waarom vraag je niet? Waarom je nog zijn? En hij zei, ja, ik dacht, je bent gewoon aan het chillen. Want toen was hij weer aansprakelijk, zeg maar. Konden we weer... Ja, toen werd hij wel weer, hij werd wel beter. Mm-hmm. Maar we hebben echt moeite gedaan, zodat hij niet ging slapen. En iedere keer, oké, laten we even staan, weer even lopen. En toen zakte hij weer in elkaar, bijvoorbeeld, en zo. Dat was best wel heftig, hoor. Nou, uiteindelijk is het gelukt. Ja. En ik hoop dat ze in een taxi zitten naar Schiphol. Ja. Halleluja. Ja. Ik vraag me echt af of hij toch wel door de douane gaat komen. Hij moet echt zo normaal gedragen, hè. Niet... Ja. Maar ik denk het wel, hij heeft wel een beetje de tijd nu. Ja, hij zou ik de hele tijd... Heb ik nog wat tijd? 2 seconden later. Hoe is de tijd? Nee, de tijd was wel heel zielig. Dat is echt mie, hè? Hoe laat is de sushi er? Ja. Nou ja. Ja, maar het was trouwens wel echt een heel lief stijl. Zo cute. En ze waren heel tijd communiceren. Oh. Laten we samen drugs nemen. Lieve ding. Een scooter renderen, wilde ik zeggen. Maar ook goed. Nee. Een scooter huren, na. Want ik, ja. Nou, ik keek Emea en Emea was gelijk van, oké. Okay. En ga nu dat doen? Ik zat echt mijn lach in te houden. Je zei het ook. Emea, ze nemen lach in houden. Emea. Ze hebben een scooter. Ik reageer ook niet meer op jou, hè? Nee. En ik zat echt, ik tegen die kei van, nou, er zijn 2 mensen die high zijn en ze hebben space gereden en ze hebben een scooter bij gehuurd. Maar ja. Ja, en ik reageerde even niet meer op Romana, omdat zij dat zegt, nee, ik moet echt moeite doen om mijn lach in te houden. Maar wie doet dat? Ik snap het ook wel, maar ik... Dat mensen echt denken van, oh, het is maar een stukje cake of zo misschien. Weet je wel, misschien nee, ze gingen echt naar de shop van, we gaan naar Amsterdam, we kunnen het lekker... Ja, maar... Ja, kom op, het is jong, je wil wat. Maar, ik heb dus Romana genegeerd, omdat ik anders ook, denk ik, echt zou moeten... Als ik haar aan zou kijken, dan zou het een beetje misgaan. Want het was echt gewoon... Kan jij ons rijden naar daar? Want dan krijgen we ons geld terug en dan kunnen wij weer naar Ierland. En ik vroeg ook van, dan ging echt alles van, oké, hoe laat gaan jullie vliegen? Huh? Even een appreciation voor het. Vind je hem zo lekker? Oh. Ik vind het zo niet lekker niet. Nee. Sorry, verder. Ja, is goed. Maar, dus ik, maar gewoon over, ik zei, oké, hoe laat gaan jullie vliegen? Dus wij gingen zeg maar, ik kreeg die telefoon van haar telefoon. Ja, ik kreeg haar telefoon van een vliegtijden. Dus ik zeg, oké, gelukkig. Oké, jongens, ja. Ze vliegen dan. We hebben nog even tijd. Mm. En, zeg maar, ik werk dus in de Adam Tower. Daar zijn verdiepingen waarbij je, zeg maar, waar kantoren verhuurd worden. En het bedrijf waar ik werk verhuurt daar een kantoor. Mm-hmm. Maar op het dak is er dus, zeg maar, van alles. Schommel. Nee, maar en cocktails en eten en zo. Van alles is boven. En toen werd ook een van die guys weer bovengeroepen van... er staat nu een dronken iemand boven. En wij hebben zo... Wow. En daarna kwam hij weer terug. En wij, wat was er? Dus we hebben gewoon wel echt ons vermaakt. Ja. Maar, en ik vind het ook... Het was nogal wat. Karmapunten. Karmapunten voor ons. Uiteindelijk, ze waren ook wel echt lief en gezellig. Heel lief. Maar, en, ik moest gewoon even aan het idee wennen. Weet je wel, van... Yeah. What just happened to us. Nou ja. Eind goed, al goed. Dat was ons storytime. Nou, vorige keer was het Pablo. Deze keer is het DJ Jesse. Nou. Ik ben benieuwd hoe het met Pablo gaat. DJ Jesse? Nee, ik niet. Pablo! Pablo! Pablo? Ben jij Pablo? Als je niet weet wat we het hebben, moet je de vorige. Vorige mukbang? Ja, de vorige mukbang van Romana kijken. Van ons samen. Ik zal hem even hier onder de beschrijving zetten, want dan hoef je niet zoveel moeite te doen. Nee, ja. Hier onder de beschrijving staat hij en hij is heel grappig. Ik weet wel niet waar mijn telefoon is. Oh, ja. Oh, ik weet het wel uit mijn hoofd. Of zou ik niet zijn Instagram delen van Jesse? Nee. Nee, maar ik wilde even kijken of hij gereageerd had, want ik had een DM gestuurd naar Jesse. DJ Jesse. Ja, ik zei, hey Jesse, let me know if you guys made it home. Nou, doe nog wel even, denk ik. Oh ja, want ze gingen... Ze vliegen pas over 40 minuten. Nou, de gate sluit over 40 minuten. Ik hoop echt dat ze het halen. Ik vind het echt zielig als ze het niet halen. Ja, kan je nagaan. Ja, want maar wat een verhaal, hè? Ja, ook ze waren thuis. Maar voor een dag in Amsterdam. Maar 1 dag inderdaad. Ja. Ja. En we vroegen ook, waar is jullie bagage? Want ze hadden 1 rugtasje. Ja. Hadden ze niet verder. En hij had op zijn Instagram gezet, over de scooter, my car for today. Heel aardig. Wel aardig. Shout-out naar Jesse. Ja. Goed. Ik ga even kijken wat vragen heb.
Dit was ons verhaal. Ja. Als je ons niet volgt op Instagram. Dit is mijn Instagram. Dit is mijn Instagram. Oké. Nou, de eerste. Ik heb hem. Welke opleiding heb je gedaan? Ik ben net afgestudeerd met communicatie, media, design en reclame. En ik zal je voor Emmee ook even beantwoorden. Emmee heeft een filmopleiding gedaan. Toch? Filmacteuropleiding van Hugo Metters. Ja. Iedereen, wie is Hugo Metters? Vraag maar aan je ouders. Doe dat. Welk land zouden jullie samen nog een keer willen bezoeken? Ja, god. Gaan we ooit op vakantie samen? We willen echt. Hoe lang zijn we al vriendinnen? Het regent zo hard. Oh my god. Ik vond laatst een DM van jou. Op Twitter, nee. Naar mij. Hi Emmee, ik zag dat je huis ging, iets, een kamer in je huis al ging verhuren. Wat? Ja. Ik ben geïrriteerd. Nee. Omdat ik zag dat je... Ja, jij hebt op 2017. Hey Emmee, zag ik nou dat je een kamer verhuurde in je huis in Amsterdam? Best wel een tijd geleden van mij. Of was jij dat niet? Zag het op Facebook. 2017. Het regent heel hard. En ik zei nog, laten we de mug buiten filmen. Ja, dat zei ik inderdaad. Nee, dat was niet leuk. Of wel grappig. Ja? Ja. Miauw? Oh. Ach. Oh. Elkland. Maar we wilden naar Sofia. Maar ik wil heel graag naar gewoon alles eigenlijk. Maar het maakt niet uit. We moeten zelfs in naar Parijs samen, dus. Ja, maakt ons echt niet uit wanneer we gaan. Ik wil overal heen nog. Ja, sowieso. We gaan samen nog echt een keer weg. Ja. Dat komt nog wel. Mm-hmm. Als jullie nog suggesties hebben, let us know. Ja, waar we heen kunnen gaan. Ik zag dat laatst. Ik weet niet meer wie dat zag. Wat dan? De auto pakte, helemaal vol ging het tanken en dan gingen rijden tot de benzine op is en daar gingen ze verblijven. Dat wilde Simo ook doen, ja. Oh, echt? Mm-hmm. Ja, dat zag ik dus laatst. Maar wij hebben een elektrische auto. Oh. Of hybride, die blijft rijden. Maar toch, op een gegeven moment moet die opgeladen worden, toch? Oh nee. Ja, laat ze zelf op. Nou ja, en ik vind het ook zonde en niet milieuvriendelijk om dat te doen, want benzine, you know. Ja, hybride auto. Maar wat ik wel dacht, misschien kunnen we gewoon onze ogen dicht doen. En dan zo'n map. En dan zo'n dartpijl. En dan daar gaan we daarheen. Leuk. Oh, heel leuk. Dat zou echt leuk zijn. Laat even hieronder weten of dat leuk zou vinden. Staat iets open of zo? Ja. Moet je niet dicht doen? Nee, want dat is zo'n... Wow. Waaraan? Hoe heet dat ook? Oh ja, zo'n klappen. Zo'n, Zo'n, je doet je raam? Ja, ik weet het even niet meer. Kantelraam! Oh, wat leuk, hoe gaat het met jullie? Smakelijk. Dankjewel. Goed. Het gaat goed. We zijn weer blij dat we samen zijn, zeg maar. Ja, wij hebben heel lang niet gedaan en het is echt kut. Ja, wat zeg maar, met mij en Ro gewoon zo is, we zijn allebei heel erg druk. En dan is het gewoon zo naar als je elkaar niet ziet en dan ga je elkaar echt heel erg missen. En daar heb ik best wel last van. Ja, ik heb er ook last van. Maar. We zien elkaar dan wel, maar dan is het niet... Zeg maar wat wij willen echt eigenlijk. Chillen, echt, ja. Chillen. Dat we lekker kletsen en zo, ik weet niet. Dat is het dan niet. En dat is het heel erg. Want wat het is, zeg maar, ja, het klinkt heel... Ja, misschien heb je het al een beetje gemerkt met deze video. Het is gewoon dat we heel erg kunnen lachen met elkaar. En dan ontspannen we ook en we kunnen echt heel goed praten. En soms is daar geen tijd voor, want je wil daar tijd voor nemen. Ja, om echt goed want te praten. Als je echt uit eten gaat, dan praat je ook wel. Maar dat is niet hetzelfde of zo. Nee, jawel. Maar... Ja, maar dat zijn we ook al lang niet per se geweest hoor. Of weer een tijd terug. Ja, maar dat is ook wel heel even terug. En we hebben een periode gehad, dat was eigenlijk een beetje jouw zomervakantie. Nee, ook wat later nog. Maar dat je heel vaak hier bleef slapen. Oh, toen ik nog bij Age werkte. Ja, ook nog. We zijn ook collega's geweest. En als je dat dan ook even niet meer bent, dat is gewoon echt heel kut. We smaken elke dag. Ook al zagen we elkaar maar 3 keer in de week. En dan gingen we ook nog afspreken, hè? Ja, dan bleef ik slapen. En in het weekend samen. Daarom, we zagen elkaar soms zelfs 5 dagen per week, hoor. Ja, what the fuck. En nu? Ja, 1 dag per 2 weken of zo. Ja. En dan zijn we nog blij. Ja. Heb jij ook zoiets met een vriendin of een vriend? Laat het weten in de comments. Want ik heb ook wel eens vroeger gehad dat een vriendin van mij ging ver weg verhuizen. Ja. En ik heb haar ook echt nooit meer gesproken. Ik ben er echt bang gebeurt voor. Gewoon. Ja, dan verwatert het. Maar dat is logisch niet. Want dan zo ver... Reis gewoon. Lekker. Wat vind je ervan dat de aarde kapot gaat en dat niemand er iets om geeft? Ah, ik ben niet met je eens dat niemand er iets om geeft. Nee. Ik vind het ook wel een beetje een harde uitspraak. En tuurlijk zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor onze aarde. Sorry. Maar ik zou het zonde vinden als jij echt die aanname hebt dat niemand er iets om geeft. Ik denk dat alle beetjes helpen.
Precies, dat vind ik ook. En dat is ook iets wat mensen niet te vergeten. Nee. Bijvoorbeeld plastic. Gebruik. Uh-huh. Met plastic tasjes. Ik zie letterlijk, als ik voor een kassa, iedereen koopt een plastic tasje. Ja, doe maar erbij voor 10 cent. Ja. Ik weiger om een plastic tasje te kopen. Ja. Maar ja, kijk, dit is ook plastic. Nou, ik wil er niks zeggen. Ja, dit is ook plastic. Dat is, wel, ook wel zo. Maar meer van, ik vind het al heel goed als mensen iets doen. Ja. Je hoeft niet een hele, alles te skippen, weet je wel. Maar dat je gewoon al iets doet, ja, dat is al iets, zeg maar. Dat heb ik van, ik ben ook niet de heilige, maar de heilige, ja. Nee, precies. Nee. Dus, maar ik vind wel van, als je iets doet, dan doe je al iets. Ja, ook zoals, hè, met al het geld dat ingezameld is voor de Notre Dame. Hou op! Hou op! Belachelijk. Ik ben de meest Paris lover die er is. Ik vond het, ik was met jou toen, hè? Toen we waren samen, ja. Ik vond het zo erg, mijn hart brak. Maar toen ik hoorde wat er opgeleverd was, ik dacht, mensen zijn niet goed. Mensen zitten op straat in Parijs met baby's, hè? Bijvoorbeeld, ja, maar. Ja, maar bijvoorbeeld het geld dat opgaat, dus dan kan je gewoon een bepaalde plek in de zee, kon je gewoon plastic vrijmaken, hè? Hou op! Ja. Voor cultuur. Maar ik had het gevoel dat mensen die dan zoveel gedoneerd hebben, dat het gewoon is van, ik ga Notre Dame zitten. Ja. Alle kleine beetje helpen. Dus mocht jij bijvoorbeeld thuis zitten en denken van, oh, ik gebruik inderdaad te veel plastic. Probeer er wat aan te doen. Lees er zelf wat over. En mocht jij zoiets hebben, ik zie dat iemand te veel plastic gebruikt. Probeer die persoon te helpen. In plaats van, Je geeft er niks om. Gewoon proberen te helpen. Want daar ga je veel meer mee bereiken. Want nu, als ik dit net hoor wat Romane zegt. Dat niemand wat opgeeft. Nee, dan denk ik... Irritant. Zeg gewoon van, hey, zou je misschien een tip kunnen geven over onze samenleving of whatever. Kijk jullie Ex on the Beach, wat vinden jullie daarvan? Ik kijk het niet. En Mick heeft volgens mij wel Temptation. Act on the Beach. Kijk je het ook? Ik heb het ook wel gezien, ja. Shit, snap. Maar en Mick kan zeggen waarom ze het kijkt. En dan kijk ik, zeg ik waarom ik het niet. Maar over Ex on the Beach werd gevraagd, toch? Ja, dat is gewoon, als ik gewoon moet opruimen en ik wil iets aan hebben, waar ik een beetje moet lachen. En hoe moet je dat nou eigenlijk een beetje zeggen? Het is een Guilty pleasure. Love Island, dat heeft nog een soort van doel. Snap je, dan probeer je toch wel een match te vinden, ondanks van shit, zeg maar. Maar ik vind Temptation Island zo fucking dom. Ik kan gewoon niet tegen dat mensen vreemd gaan. Ik word daar gewoon helemaal kriegel van. En ik kan daar gewoon niet naar kijken. Dan wil ik liever, ga ik nog een keer How Met Your Mother kijken. Snap je wat ik bedoel? Of Love Island. Want dan denk ik van, oké, dat is toch een soort van doel of zo. En bij Temptation denk ik, je bent echt fucking dom. Je weet toch dat... Alleen maar voor de fame, alleen maar om dom te doen. Ja. Ik vind het gewoon zonde van mijn tijd. Dat vind ik van Temptation Island. Ik snap dat mensen het kijken puur van, oh my god, weet je wel, van, look at this. Snap je wat ik bedoel? Dat vind ik, maar ik kan er gewoon niet naar kijken. Nee, ik snap je wel. Dat soort programma's gaan er nog veel meer komen, denk ik. Dat denk ik wel. Elke keer wordt er weer iets met reality en love en sex. Ik weet nog, Big Brother House, dat was het begin een beetje Gouden daarvan. Kooi en zo. Oh mijn god. Terror Jaap. Ik wil even light. Ja, ik Oké. Cola light of zero? Nee. Yo, ik vind zero echt vies en light ook. Dat wilde ik eerst. Ik drink sowieso geen cola. Nee, inderdaad. Dat ik dit drink is al wat. Ik vind... Sorry. Ik kan het gewoon niet. Ik ben de sushi expert. Oké, welke sushi is er nog niet... Maar zou er wel moeten zijn? Girl, I don't know. Ik heb dit aan jezelf vragen. Sushi met... Weet je wat ik zag bij een menu? Restaurant? Ding? Sushi met aardappel. Nou. Zoet aardappel, ja. Nee, is aardappel zag ik dus. Niet zoeter, dat kende ik al. Oh, aardappel. Maar met aardappel. Wat de gekste sushi die ik lekker vind. Met Skittles of zo. Skittles? zoete sushi. Ja, jij hebt banaan en mango natuurlijk altijd al. Banaan denk ik dat het wel lekker is. Heb je dat wel eens gegeten? Ja, ik heb bij Genki is het die boom boom boerie of zo. Ja, maar dat vind ik niet lekker, want er zit ook met jam. Chocolade sushi. Ik lust geen chocola. Nee. Ik ben ook benieuwd, Ro. Ja. Oh, ik wilde even genieten. Ik geef jou nu 1000 euro. Zeg maar, niet even zo'n 100.000 miljoen euro. Ik geef je nu dus 1000 euro. Dan kan je zeg maar niet een huis verkopen. Je zou er een autootje van kunnen kopen. Nee. Maar met 1000 euro en een iets gaan doen. Dus niet nieuwe schoenen of zo. Vakantie is dat dan. Ja, ik ben al een jaar niet op vakantie geweest. Oh ja. Wel ja, Parijs, oktober.
Ja, oké, okay, maar je bent niet bijvoorbeeld echt op een luie vakantie. Ik wil echt 3 weken gewoon, weet ik veel. Ik wil door de Bali gaan. Ik wil ook een keer ooit naar Bali. Of zo'n soort. Weet je wel, gewoon helemaal niks met mooie Airbnbs en een pool en... Ja. Ik zou heel graag naar Seoul willen. Seoul? Ja, in Zuid-Korea. Zeg maar zo'n land. Dat is gewoon iets heel anders. Of Japan, of... Weet je wel, gewoon iets maar dat heel is niet anders. Beach en... Nee. Maar dat zou je ook zeg maar, of dat, of beach en gewoon... En jij? €1000. €1000. Ik denk dat ik ook of zeg maar vakantie een nieuwe camera. Oeh ja, apparatuur. Vind of een nieuwe leuk. Camera. Vind ik ook leuk. Ja. Nee, maar als ik... ik doe het echt niet expres. Nee, dat weet ik toch wel. Maar ik ben ook de enige die nog eet. Ik ben al klaar. Ja, maar ik denk... Stel, als ik... en dan moet je ook even nadenken. Als je €1000 als investering zou zien in jezelf... Want je zegt net ook camera bijvoorbeeld. Ik denk dat ik zou investeren ook bijvoorbeeld in het opzetten van iets. €1000 is misschien niet veel hoor. Maar het kan aan het begin wel weer over een streep te halen. Ja, klopt. Want niet voor alles heb je een startkapitaal van 20.000 nodig natuurlijk. Dat klopt. Weet je wat we samen kunnen doen? Nee. Ja, hoe heet dat? Suppen. Ja. Iedereen. Dat ik zeg het ook wel eens. Maar iedereen zegt tegen mij dat het zo saai is. Het lijkt me hartstikke leuk. Nee, wel leuk. Ja. Dan ga je zo... Dat lijkt me ook wel leuk. En ze moet toch balans hebben. Opletten met lachen, want ik scheur mijn lippen zo droog. Oh ja. Ik lachte net en ik deed zo. Oh mijn god. Weet je wat we straks gaan doen? Wijnen! Maar hoe Martien! Toch? Heet je Martine? Nee, zo. Wijnen! Nee, maar ik ging, weet je wat ik op YouTube... Oh, dat gaan we straks doen. Ik ging op YouTube Best Moments. Of Martien of Marien. Of hoe heet hij nou? Ik wil ook wel leren. Martien. Hij heeft Martien voor mij. En dan Best Moments echt 10 minuten lang. Ja, echt zo grappig. Ik ga helemaal zeker gaan echt straks ook kijken. Ook die ene van... Met wijn. Ja. Wil je wat drinken? Die. Jello. Café. Ik vroeg, wil die wijn? Hij zegt nee. Ik hoef niet. Hij zegt nee. Of, wat zegt hij nou? Oh ja, zware grond. C'est duur. C'est duur. Als ik die in het ziekenhuis boven zou zeggen van, juni 2 altijd. C'est duur. Oh ja, zware grond. Oh, geweldig. Geweldig. Ja, man. En die ik had getankt. Die ik jou had getankt. Met die wijn. Stop niet! Stop! Dat ben je zelf toch? Hij zei, glacés! Hou dan een... Als je niet weet waar we het over hebben, zoek alsjeblieft hem op YouTube. En tot als je nu geklikt hebt. Met overdraad! Zo. En als je nu nog kijkt, I'm so proud of you. Dat is zo proud of you. Als je nog kijkt, typ hieronder tofuzakje. Wat echt? En of je het lekker vindt, ja of nee? Ja, ik zou zeggen tofuzakje, nee. Ik zou zeggen ja. En Zico, ja. Hij is een tofuzakje, zo. Ja, hij zegt, we gaan eten aan het bestellen. En hij zegt, die tofuzakjes, wie heeft dat dan? Dat komt per 2, hè, Romane. We gaan, mijn moeder. We gaan even hem bestellen. Oké, mama. Oké, mam. Hoi. Jij gaat sowieso meedoen. Hoor je me? Ik doe net alsof ik van niet. Oké, mama. Wij gaan. Wijnen. Wijnen. Als mijn moeder, die doet het ook mee. Tuurlijk. Dat was hem. Doei. Love you. Oh, ik krijg het er warm van. Ik heb het zo warm. Heel warm. Maar dat komt er zo regen, het is zeg maar benauwd. Waar zweet jij als eerst? Ik zweet altijd hier. Het eerst. Als eerst? Ja, zeg maar, als je het echt warm hebt, ik voel het altijd hier. Ik voel het denk ik wel als eerst hier. En dan vind ik het irritant. En hier op mijn kin ook. Oh, dat voel ik niet. Oh, jawel. En ik heb ook al gewoon in mijn... nu bijvoorbeeld ja, in mijn kuiten. Zo! Oh, ik dacht knieholte. Ja, dat doet ik ja! Jongens, nou. Als je tot hier bent gekomen. Oh. You are the real. The OG. The true. The goat. Die vriendschap is echt mega goals.
Ah, oh, dat vind ik heel lief. Ik ben ook heel blij met onze vriendcap. Ik ben ook blij met onze vriendcap. Ik druis leeg! Wat druis heb ik nou? Au! Jongens, als je het leuk vond, doe dan even omhoog. Volg ME, ik bedoel abonneer op ME. En ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. En ik heb tranen over gemaakt. I love you guys. En er komt nog meer content aan van ons, want we blijven hier slapen. En dan gaan we natuurlijk allemaal leuke dingen maken. Dus we gaan even uit. Doei! Wijnen! Wijnen! Wijnen!